zijn alweer toe aan de derde kapel. En dat zijn de Goeldtaler muzikanten. Eigenlijk originaal Goeldtaler muzikanten, moet ik zeggen. Originaal Goeldtaler muzikanten, ja. Ze zijn origineel natuurlijk, hè? Nou, er zijn geen andere Goeldtaler muzikanten, dus... Ja, ik wist niet dat u boos werd. Nee, zeg je? Nee, dat is een supporter natuurlijk. Wie staat er naast mij? Ik ben Willy Simons uit Partij Wetten. Ja? Van harte welkom, want u bent een supporter van het eerste uur, hè? Nou, ik wil eigenlijk even corrigeren. Ja? Ik ben niet een supporter, ik ben een liefhebber. Een liefhebber? Ja, supporters horen thuis bij voetbalvereniging. Ja, echt waar? Ja, die horen thuis bij voetbal. Muziek, je hebt muziekliefhebbers, ja. En nou... deze kapel bestaat momenteel 15 jaar en vanaf het eerste moment dat deze kapel dus in deze samenstelling is opgetreden, hebben wij ze dus in Partij Wittem gecontracteerd. Het eerste optreden van deze kapel. Zoals u weet is een rijke traditie in Limburg en schuttersgilde van vroeger van 300, 400, 500 jaar is de schuttersgilde heel bekend en beroemd. En nou, die mensen die hebben dus georganiseerde optochten, feesten en dan is er ook een evenement. En dat heet Koningsvogelschieten. En dat noemen wij Koningsvogelschieten in het Limburgs. Nou, de Goeldtaler muzikanten uit het Goeldal, alle dorpjes uit het Goeldal, die gaan al met een tekst van Bert Dreesen, onze drummer, gaan die onder leiding van Jo Olieschleger, gaan die nou voor dit huis hier, die geweldige ambiance, gaan ze nou brengen Koningsvogelschieten. En dat zijn de originaal Goeldtaler muzikanten. En ook daar hebben we natuurlijk een fan bij ons. Kom er gezellig even een beetje bij staan. Zo, het is warm genoeg hier, dus daar kunnen we niet over klagen, hè? Wie staat naast mij? Tjeuk Rozen. Tjeuk, jij bent een grote fan van ze. Jij kunt ons waarschijnlijk het beste vertellen. Ze hebben die naam zelf zo gemaakt, Goeldtaler, zoals ze dat hebben geschreven. Een G-O met een umlaut, maar dat heeft een betekenis, hè? Het is Goeldal, hè? En daar komen ze allemaal vandaan. Ja, ik wou toch even zeggen, Eddie, het zijn... oudere, geroutineerde muzikanten en jonge mensen die een goede opleiding achter de rug hebben, die spontaan musiceren. Dat zijn ook eigenlijk de Nederlandse kampioenen in Den Dungen
bij hun concurrenten zijn ze Nederlands kampioen geworden. En ik wou nog iets vertellen. Die dirigent, daar staat Stephen Walker. Ja. Dat klinkt zo Engels. Okay. Maar toen ik hem de eerste keer in de café trof na de repetitie, dan wou ik Stephen zeggen, maar hij praat de kerkraads plat, hè? Ja. Dus het is een echte kerkradenaar, Stephen Walker. Ja. Maar de vader, ja, de... Die komt uit Engeland dus, hè? Ja. Hoe lang bestaan de muzikanten? Die bestaan 13 jaar. Dat is heel interessant. Die vader komt uit Engeland. En Kerkrade is de muziekstad, hè? De wereldstad van muziek. En die meneer is hier blijven hangen in 54. En gelukkig maar. Gelukkig maar, anders hadden we de dirigent niet gehad. Nee, precies. Okay. Tje, hartelijk dank voor jouw prima promotie voor de kapel. En wij, dames en heren, willen natuurlijk nu horen wat die kapel en hoe die kapel speelt. Wel, uw applaus. U heeft het al een paar maal gedaan, maar nog één keertje, want dan gaan ze pas echt beginnen voor de originaal Gultaler Muzikanten. APPLAUS